ik wil graag dat het helemaal stil is. Dank. Vandaag weer een theoretische biologiecollege. Ik ga hoofdstuk 2 van het boek doen. Hoofdstuk 2 gaat over het afleiden van modellen voor populatiegroei. Dus we blijven nog even in de eendimensionale differentiaalvergelijkingen. We gaan een enkele populatie beschrijven. Maar vandaag gaan we dat soort modellen zelf ontwikkelen. We gaan grafiekjes tekenen op het bord over hoe wij denken dat geboorte- en sterftecijfers van populatiegroottes afhangen. En die grafiekjes gaan we opnemen in ons model. En in feite leer je vandaag dus van hoe ga ik van een biologisch idee naar het corresponderende wiskundige model. Een logistiek puntje. De assistenten hebben straks op het werkcollege een nieuwe vraag 2.7 bij zich. Dat staat hier, er wordt een nieuwe vraag 2.7 uitgedeeld. Begin vandaag gewoon met de eerste vraag van het werkcollege van vandaag. Je zult zien dat het een hoop vragen zijn en 2.7 is ook weer een grote vraag. Ik neem aan dat de meeste van jullie dat niet afkrijgen, maar dan ga je in je zelfstudietijd daarmee verder. Maar er is dus een nieuwe, vrij grote vraag die de oude 2.7 vervangt. Goed, hoofdstuk 2 heet dus populatiegroei. En ik laat nu een dia zien die je afgelopen week ook al heb laten zien. We schrijven differentiaalvergelijkingen voor de groei van een populatie met een geboortecijfer en een sterftecijfer. En deze differentiaalvergelijking is zo eenvoudig, dat definieert een exponentiële groei. En we hebben concepten geïntroduceerd als verdubbelingssnelheid, halfwaardetijd en zelfs fitness. Namelijk hoeveel nakomelingen maakt iedereen over zijn hele generatie. Nu, vandaag gaan we kijken naar deze constante, het per capita geboortecijfer of het per capita sterftecijfer. Want dat soort constanten zijn vaak geen constanten. Als een populatie groot is, is er concurrentie tussen de individuen en zal het per capita geboortecijfer lager zijn of het sterftecijfer is hoger. Eigenlijk hebben we dat vorige week ook al gezien. Kijk maar, deze dia hebben jullie vorige week gezien. Dat gaat over de hekrunderen in de Oostvaardersplassen. En ik heb al gezegd, dat is een populatie die al tientallen jaren aan het groeien is. En mensen hebben het geboortecijfer over de jaren gemeten, het sterftecijfer over de jaren gemeten. En hier wordt dat getekend als functie van de grootte van de populatie. En wat zie je? Dat als de populatie klein is, als er maar weinig individuen zijn, is het geboortecijfer hoog. Iets van 0,4 per jaar per vrouwtje. En als de populatie groot is, bijvoorbeeld 400 individuen, dan is het sterftecijfer hoog. Ongeveer een kans om te sterven van 0,3 per jaar per individu. Dus je ziet dat geboorte- en sterftecijfers geen constantes zijn. Daar moeten we functies voor verzinnen. En als je het boek van Campbell openslaat, dan zie je dezelfde soort grafiekjes staan. Dat density dependent birth rate, birth or death rate per capita, als functie van de populatiegrootte. En ook in Campbell worden daar makkelijke lineaire verbanden tussen geboortecijfers en sterftecijfers en populatiegroei gegeven. Nou, en ons de uitdaging om dit soort grafiekjes te vertalen in vergelijkingen en het dan in het model te hangen. Dus ik ga over naar het bord. En ik breng een paar dingen in herinnering en dan wil ik graag wat input van jullie. Dus laat ik even beginnen met die algemene vergelijking. De groei van een populatie schrijf ik als een geboortecijfer min een sterftecijfer
maal de totale populatie grootte. Dat geboortecijfer zou je kunnen zeggen, dat is het maximale geboortecijfer. Er is geen concurrentie. Hoe hard groeit, hoeveel kinderen krijgt elk vrouwtje van mijn populatie? En het sterftecijfer zou je kunnen zeggen, dat is het minimale sterftecijfer. Als er geen concurrentie is, hoe lang denken de individuen dan te leven? Wat is hun levensverwachting? Maar nou staan hier grafiekjes. Laten we beginnen met het sterftecijfer. Dus de per capita. Oké, per capita betekent trouwens per hoofd van de bevolking. De gerealiseerde per capita sterfte, bijvoorbeeld per jaar. En Campbell en ook onze hekrunderen geven een dergelijk soort verband voor de sterfte per jaar als functie van de populatiegrootte. Ja, gewoon een lineair verband. Oké, een vraag 1 aan jullie. Hoe moet ik dit interpreteren? Wat is de snijpunt op de y-as? Leg dat eens aan je tante uit. Wat zeg je? De minimale sterfte. Ja. Nog toevoegingen? Per jaar, oké. Dus dit is inderdaad de basale sterfte als er weinig concurrentie tussen de individuen is. Dus in feite dus de D-parameter van deze vergelijking. Hoe zou jullie deze vergelijking schrijven? Als ik zou zeggen de per capita sterfte, noem ik eventjes een of andere functie, is iets van n. Hoe zou je dat beschrijven? Fantastisch. Hij zegt AN plus B. Ja, hij neemt gewoon de algemene beschrijving van een rechte lijn, richtingscoëfficiënt A, snijdt het met de y als B. Perfect. Oké, dus deze lijn heeft als richtingscoëfficiënt A en als basale snelheid hier B. Ja, dan zou ik dus deze functie gewoon in dat model kunnen hangen. En dan heb ik een geboortecijfer, een sterftecijfer, dichttijdsafhankelijk gemaakt. Goed, dus we gaan hier, waar deze D staat, zo'n soort functie schrijven. Maar let op, we weten al, dat heb ik jullie net gevraagd, dat dit punt, dat is D zelf. Dat is de minimale sterfte. Dus het is handiger om deze functie te schrijven als dat als de populatiegrootte 0 is, dat die mij dan deze d, deze sterfte oplevert. In andere woorden, het is handig om deze functie zo te schrijven dat die geen dimensie heeft en dat ik hem gewoon kan vermenigvuldigen met een van de andere parameters van mijn vergelijking. Dus ik doe een voorstel. Ik herschrijf die functie. Laat ik hem maar even g noemen. En ik zeg dat is 1. Als ik dan namelijk d met die functie vermenigvuldig, krijg ik d terug. Plus een of andere richtingscoëfficiënt keer n. En in plaats van dat ik die richtingscoëfficiënt dat ik daarmee vermenigvuldig, deel ik eventjes door die richtingscoëfficiënt. Dus 1 gedeeld door k is de richtingscoëfficiënt. En straks zal duidelijk worden waarom ik dat doe. 1 gedeeld door k is ook een constante. 1 gedeeld door k is nou de richtingscoëfficiënt van die lijn. Dus ik definieer even een functie die geen dimensie heeft. Want kijk maar, daar staat gewoon een 1 in. En ik deel hier een populatieaantal door een parameter. Dus die parameter zal ook wel dimensie populatieaantal hebben. Dus ik heb iets non-dimensionaals. En nou zeg ik, ik kan dn dt herschrijven. Dus b min d maal die functie. Waarom doe ik dat? Kijk, mijn oude parameter d, die staat er nog. En als de populatie klein is, dan is de sterfte van deze populatie d. En als de populatie groter wordt,
dan neemt de sterfte lineair toe. En de parameter die bepaalt hoe hard deze lijn stijgt, is die parameter k. Ja, iedereen snapt dit? Wat zijn die haken? Nou, ik kan het ook zo doen. Die haken zijn alleen maar om het lezen makkelijker te maken. Dat ik goed kan zien of ik alles sluit. Openingshaak b min d, openingshaak 1 plus n gedeeld elkaar, sluithaak, sluithaak, maal a n. Wel of niet duidelijk? Ja, dus nu wat ik jullie heb aangepraat, is dat ik een functie kan tekenen. Dat ding een beetje anders schrijven, zodat die niet dimensionaal is. Dat je in principe met een 1 kan vermenigvuldigen. Dat als er niks aan de hand is, dat je gewoon een 1 krijgt. En zo'n functie die met die niet dimensionaal is, die kan ik in mijn model hangen door hem gewoon te vermenigvuldigen met een van mijn parameters. En omdat die parameters allemaal de correcte dimensies hebben en alles, die snap ik allemaal, heb ik dan op een juiste manier die dichtheidsafhankelijkheid geïncorporeerd. Oké, laten we dan nog eens naar deze vergelijking kijken. Hij is door dat hakengedoe een beetje lelijk geworden. En ik ga weer aan jullie vragen stellen. Wat is de interpretatie van die parameter d? Sterfte hoor ik zeggen. Zeg het eens iets preciezer. Nog een keer sterfte hoor ik mompelen. Er moet een woordje voor die sterfte. Maximale, minimale, gemiddelde. Minimale sterfte. Dit is de minimale sterfte als er geen concurrentie is tussen de individuen. Dus deze individuen hebben een levensverwachting van 1 gedeeld door d. Er is niks veranderd. Nou komt de moeilijke vraag. Wat is de interpretatie van de parameter k? Hoe leg je aan je tante uit wat die k betekent? Wie? Probeer eens wat. K is de. K is een constante, dat is goed, maar niet wat ik wil horen. K is de. Wat gebeurt er als n is k? Als de populatie net zo groot is als die constante k? Bijna goed, ja? Sterftecijfer is verdubbeld. Kijk, heel slim. Als n is k, dan staat hier d keer 2. Dus wat is k? Nou, in een mooie zin. Probeer eens. K is de populatiedichtheid waarbij het sterftecijfer verdubbeld is. Ja, dat kun je aan je tante uitleggen. De dimensie van k is gewoon populatiedichtheid. En als ik aan iemand wil uitleggen wat k betekent, dan zeg ik gewoon, nou, de sterfte neemt toe met de populatiedichtheid. En er is één parameter, k, die bepaalt wanneer de sterfte verdubbeld is. Ja, dus het is makkelijk uitlegbaar. En daarom ook dat ik een 1 gedeeld door k schrijf en niet een of ander c'tje keer n doe. Want hoe leg ik aan jullie uit wat die c is? Dan is die c namelijk 1 gedeeld door de populatiedichtheid waarbij de sterfte verdubbeld is. Dat is niet meer uitlegbaar aan je tante. Oké? Okay? Ja. Omdat ik een model wil maken waar de sterfte niet constant is, maar waar de sterfte toeneemt met de populatiedichtheid. Ik wil bijvoorbeeld die hekrunderen gaan modelleren. Nee. G is een functie. Dit is een definitie. En deze G, die staat hier nog een keer. Daar heb ik gewoon mee vermenigvuldigd. Ik vermenigvuldig die parameter D met die dichtheidsafhankelijke functie. En daarom is het fijn dat dat ding als maximum 1 heeft. Als minimum 1 heeft, zodat de minimale sterfte d blijft.
Goed. Nou, wat heb ik hier nou staan? Ik heb hier een vergelijking staan. Staat ook op de volgende dia. Die we helemaal begrijpen, die we zelf hebben afgeleid. En nu we dat hebben, dan zijn we klaar als bioloog. En nou kunnen we even wiskunde doen. Dan gaan we even de eigenschappen van deze vergelijking bekijken. Dus ik schrijf hem nog even over. Dit is mijn differentiaal vergelijking voor een populatie met een dichtheidsafhankelijke sterfte. Ik kan vragen, heeft deze populatie een evenwicht? Vast wel hoor je. Dat hoor ik jou zeggen. Laat ik nog een keer teruggaan naar deze. Heeft deze populatie een evenwicht? Die hier op dat linkse bord? Nee, hoor ik zeggen. Inderdaad, als B groter is dan D, dan groeit dit exponentieel. En als D groter is dan B, dan daalt dit exponentieel. Deze vergelijking had geen evenwicht anders dan N is 0, het triviale evenwicht. Als ik met 0 individuen begin, blijf ik daar hangen. Krijg ik nu een evenwicht als ik die dichtheidsafhankelijke sterfte erin stop? Nou, het antwoord is ja. Kijk maar. Ik ga gewoon algebra doen. Ik speel even wiskundige. Ik deel de n is 0 oplossing eruit. Ik schrijf even deze ingewikkelde term uit. B min d min d gedeeld door k keer n is 0. Ja. Ja, maar dan heb ik een populatie waarbij het geboortecijfer altijd precies gelijk moet zijn aan het sterftecijfer. Dat is raar. Dus dat is geen generieke oplossing. Ja, even een goede vraag, dankjewel. Maar ik ga even terug naar deze afleiding. Ik wil graag weten of er een n is, een populatiedichtheid waarvoor dit waar is. Dus ik wil n oplossen. Ik breng n naar rechts. En dan moet ik delen door d en vermenigvuldigen met k. Delen door d, zei ik, en vermenigvuldigen met k. Dit is de populatiedichtheid waarbij dn dt 0 is. En als b groter is dan d, als de geboortecijfer groter is dan het minimale sterftecijfer, dan is dit groter dan 0. Dan bestaat er dus een evenwichtspopulatie van deze individuen. En zo'n evenwichtspopulatie noemen we de carrying capacity. Het evenwicht waar een populatie naartoe gaat in zijn milieu. Hoeveel individuen kan dat milieu dragen? Carrying capacity. Akkoord? Dus door dichtheidsafhankelijke sterfte in het model te stoppen, krijg ik zomaar een evenwicht. Populaties gaan dan naar evenwicht. Dus intuïtief ook duidelijk. Ik heb een populatie die exponentieel groeit en sterft. Maar hoe meer individuen ik krijg, hoe harder ze gaan sterven. Dus dat leidt tot een evenwicht. En dat evenwicht staat hier nou op het bord. Oké, nu komt er een trucje. Wat is de R0, de fitness van deze populatie? Wie weet dat nog? B gedeeld door D, namelijk. De individuen krijgen b jongen per jaar en dat vermenigvuldig ik met 1 gedeeld door d wat hun levensverwachting is. Toen ik dit dichtheidsafhankelijke model schreef, hebben we dezelfde R0 gehouden. Kijk maar, de individuen leven nog steeds 1 gedeeld door d jaar als alles goed is. En ze krijgen nog steeds b jongen per jaar, dus de R0 van dat model is ook b gedeeld door d. Nou, dan kan ik mijn oplossing voor dat evenwicht, laat ik hier maar even een streep boven zetten, kan ik iets anders schrijven. Ik heb hier b min d gedeeld door d. Ik kan teller en noemer door d delen. Ik kan die uitschrijven en dan staat er k maal b gedeeld door d.
min 1. Oftewel k r0 min 1. Dus het evenwicht van deze populatie ligt bij die constante waarbij de sterfte verdubbeld is, maal de fitness min 1. En ik had al beloofd dat die r0 onze uitdrukkingen zou gaan vereenvoudigen. Deze uitdrukking is hetzelfde als die uitdrukking die daar staat. Oké? Okay. Nou, zo moet het. Zo hang je nieuwe termen in je model. Zo maak je nieuwe modellen. Laten we hetzelfde spelletje dan nog een keer spelen. En nu neem ik een populatie waar niet het sterftecijfer van de dichtheid afhangt, maar het geboortecijfer. Dus ik zeg hier per capita birth rate en die laat ik weer van de populatiegrootte afhangen. Oké, nou jullie weten nu hoe het moet. Dus ik begin één stap eerder. Wie kan mij een redelijk verband hier schetsen? Hoe zou je dit doen? Hoe hangt het geboortecijfer van de populatiegrootte af? Ja, ik zie iemand een dalende lijn tekenen. Heel goed. Lineair afnemen, zegt iemand. Zo? Iemand voor of tegen? Allemaal mee eens dus. Ah, het is inderdaad een uitstekende keuze. Het zal in werkelijkheid nooit zo zijn. Maar het is eenvoudig. Dus we kunnen eerst eens even het meest eenvoudige model doen. Goed, dus we nemen even deze rechte lijn aan. Let op. We zullen nooit populaties mogen beschouwen die groter zijn dan deze waarde. Want dan wordt het geboortecijfer negatief. Geboortecijfers mogen niet negatief zijn. Dus dat moeten we in de gaten houden. En verder, wie kan mij een functie geven die dit beschrijft? Er wordt weer gezegd, neem dan maar gewoon f is a n plus b. Min b? Wie weet het? Wat moet ik hier opschrijven? Min a plus b, oké. Okay. Ja, dus deze lijn heeft als richtingscoëfficiënt min a. En b hier is het snijpunt met de y-as. We denken nog steeds als biologen. Wat is dit punt? Wat is die snijpunt met de y-as? Maximale geboortecijfer hoor ik iemand zeggen. Per individu per jaar. Waar staat dat maximale geboortecijfer in ons oorspronkelijke model? Hier, die hebben we al. B is al het maximale geboortecijfer. Dus wederom wil ik liever een functie die bij 1 begint. En dan ga ik daarmee vermenigvuldigen. Dat ik bij lage aantallen die B vanzelf weer terugkrijg. En die dan lineair afneemt. Ja. Omdat iets keer 1 hetzelfde is. B keer 1 geeft mij het geboortecijfer. Dus bij lage populatieaantallen wil ik graag dat geboortecijfer terugkrijgen. Dat geboortecijfer heb ik al in mijn vergelijking staan. En 1 is ook nog niet dimensionaal. Ik kan alles met 1 vermenigvuldigen. Oké. Okay. Dus ik wil een functie die bij 1 begint
en dan lineair afneemt. Wie kan mij die functie geven? Makkelijke vraag. Zeg het maar. Je hebt net ook die in A plus B, dus dan kun je ook deze. Wie geeft dat even? G is 1 min, laten we even zeggen, een andere A keer N. Oké. En dan gaan we weer. Deze A vermenigvuldigt een populatiedichtheid. Ja, eerst maar jouw vraag. Die komt nu. Kijk, deze A heeft als dimensie 1 gedeelte de populatiedichtheid. He, want ik vermenigvuldig hem met een populatiedichtheid. Dat vind ik niet fijn. Ik heb liever parameters die populatiedichtheid als dimensie hebben. Dus wederom ga ik voorstellen, in plaats van deze A, laten we nou eens gewoon 1 gedeelte K schrijven. A is 1 gedeelte K. Nieuwe constante. Nu heeft die K weer de dimensie populatiedichtheid. En deze functie, g is 1 min n gedeeld door k, die ga ik weer in dat model hangen. Nou, daar gaat hij. Ja, dus wat is de algemene benadering? We tekenen biologische verbanden, die vertalen we in eenvoudige wiskundige functies tussen de 0 en de 1, zodat ze dimensieloos zijn. En dan vermenigvuldigen we de parameters die we al hebben met dat dichtheidsafhankelijke verband. Dus we veranderen zo weinig mogelijk aan de structuur van het model. We gaan alleen de waarden van parameters tunen, zodat ze groter of kleiner worden. En er is een basiswaarde dat we niet tunen, dat is die 1. Akkoord? Dus nu heb ik een model voor dichtheidsafhankelijke geboortes. Geboortes nemen af. En ik ben weer klaar als bioloog, want nu kan ik weer vragen. Wat denk je? Heeft een model als dit ook een kerncapaciteit? Nou, wat denken jullie? Wat denk je intuïtief? Want die populatie is exponentieel aan het groeien, maar hoe groter de populatie, hoe kleiner het geboortecijfer, dus die exponentiële groei neemt af, dat zal wel naar een evenwicht gaan. Ja, dus intuïtief is dat wel redelijk voorstelbaar. En ik kan het weer even voor jullie uitrekenen. Gaat hetzelfde als net. Kijk, ik heb een differentiaalvergelijking. Maar door hem op 0 te stellen, wordt het een algebraïsche vergelijking. Ik mag links en rechts door n delen. Ik deel de triviale oplossing weg. Ik schrijf die term links uit. Ik ben geïntegreerd in n, dus ik breng n naar rechts. Ik deel door b en vermenigvuldig met k. Even nadenken. Dat komt eruit. En dat kan ik weer schrijven als gaat allemaal hetzelfde als daarnet. De R0 van dit model is nog steeds b gedeeld door d. Want ik heb dat maximale geboortecijfer behouden.
Dus ik kan deze definitie van de R0 wederom daar in die definitie van de carrying capacity schrijven. En het evenwicht schrijven als K maal 1 min 1 gedeelte R0. Dus hoe groter de R0, hoe dichter dat evenwicht bij die parameter K ligt. Ja, alles lijkt heel erg hetzelfde. De modellen verschillen alleen in hoe het evenwicht van de R0 afhangt. Hier kan ik een hele grote R0 nemen en dan gaat het naar K. En bij die andere was het evenwicht proportioneel aan R0 min 1. Goed. Een vraag aan jullie. Wat is de biologische interpretatie van die parameter K? En de zin begint met K is het aantal individuen waar. Het geboortecijfer. Wie? K is het aantal individuen waar het geboortecijfer maximaal is. Nee, juist niet. Jij zegt, K is het aantal individuen waar het geboortecijfer helft van de populatie. Dat, zo was het bij de sterfte, hè? Maar het is nu anders. Lees die vergelijking. Vul gewoon N is K in. Wat gebeurt er dan met het geboortecijfer? Wordt verdubbeld, zegt weer iemand. Ja? Natuurlijk. Als ik N is K invul, N gedeeld door K is 1, 1 min 1 is 0, ik doe 0 keer het geboortecijfer. K is de populatiedichtheid waar het geboortecijfer 0 wordt. Weet je nog dat we deze grafiek tekenden? Geboortecijfer tegen populatiedichtheid, afnemende lijn. K is dit punt waar het geboortecijfer 0 wordt. Ja, dus ik heb weer een parameter die ik makkelijk kan uitleggen, makkelijk kan meten in het veld. Straks bij de hekrunderen vraag zullen jullie die K uitrekenen voor de hekrunderen. Dat is een makkelijk interpreteerbare parameter. Ja, het gaat dus allemaal goed. We hebben hier nu zomaar al twee modellen afgeleid met dichtheidsafhankelijke geboortes en sterftes. En alle parameters van dat model, die snappen wij als biologen. En die kunnen we meten in het veld als we willen. Oké. Dit is de basis. Het leven is natuurlijk ingewikkelder. Want kijk, heel veel geboortecijfers die nemen niet lineair af met de dichtheid. Vaak zul je verwachten dat als het geboortecijfer afneemt door concurrentie, dat dan bij lage aantallen het geboortecijfer hoog blijft. En dat pas bij hoge aantallen het geboortecijfer naar beneden komt. Dat hoeft helemaal niet lineair te zijn. En laat ik het eerst zeggen, dit is de populatiegrootte van schapen. En hier staat... hier het aantal jongen per vrouwtje schaap in die populatie. In ieder geval, het neemt af, maar niet lineair. Hier links staat het geboortecijfer, het aantal zaden per zeekraalplantje als functie van de populatiedichtheid. Het geboortecijfer neemt af, maar helaas weer niet lineair. Hier staat een grafiekje voor beren. Die pointer doet erg slecht. Aantal individuen, jongen per vrouwtje, neemt redelijk lineair af. En dit hebben we net gedaan. We gaan een geboortecijfer vermenigvuldigen met een functie 1 min n gedeeld door k. En dan leiden we deze formule voor het evenwicht af. Oké. We hebben nu dus twee modellen. En dat andere model.
En als er wiskundigen in de zaal zouden zitten, en die zitten er, dan zullen ze zeggen, wat ben je nou toch voor een onzin aan het doen? Want deze twee vergelijkingen, die zijn hetzelfde. Vermenigvuldig maar eens uit. B min B gedeeld door K keer N, min D gedeeld door N keer N. B min D min D gedeeld door K keer N. Niet goed? Oh ja, omdat dat fout is. Dankjewel. Dus wat krijg ik? Ik krijg een lineaire B keer N. Waar moet ik van aftrekken? Een lineaire D keer N. Dus dit is gelijk aan een of andere constante alpha keer N min een constante keer N min een of andere constante N kwadraat. Ja, er staan daar twee lineaire termen tussen die haken. En één N-afhankelijke term. En als ik dat met N vermenigvuldig, heb ik een lineaire term en een kwadratische term. En bij de volgende, hetzelfde. B min D keer N, dat is een lineaire term, dat is die alfa weer. En een constante keer N kwadraat. Dus ik heb heel dik gedaan over geboortecijfers en sterftecijfers. Maar uiteindelijk heb ik gewoon een vergelijking geschreven. Dn dt is een constante keer N met een andere constante keer N kwadraat. Ja, dat heb ik moeilijk gedaan over niks, zullen wiskundigen zeggen. En inderdaad, de vergelijking die hier staat is hetzelfde als de klassieke logistische groeivergelijking. En sommigen van jullie zullen die op de middelbare school gezien hebben. En die wordt meestal zo geschreven, dn dt is een netto groeisnelheid, r, rn, maal 1 min n gedeeld door een kennis kwestie. En wederom, als ik dat uitvermenigvuldig, staat hier r keer n is een of andere constante n min een andere constante beta n kwadraat. Dus alle drie die modellen zijn wiskundig gezien identiek. Als wij een lineaire geboorteafhankelijkheid nemen of een lineaire sterfteafhankelijkheid, dan krijgen we uiteindelijk gewoon de logistische vergelijking. Meer is het niet. Ja, dus als jij iemand ooit de logistische vergelijking ziet schrijven, dan kun je daar lineaire geboortes en sterftes bij denken. Zo werkt dat. Want de logistische vergelijking zegt jou niet waar de dichttijdsafhankelijkheid zit. Die heeft een netto groei en een vaste keringcapaciteit. Oké. Nou, er zijn twee voordelen aan die logistische vergelijking. Ten eerste, als ik dit op nul zet, dan zie ik meteen de evenwichten van deze vergelijking. Namelijk, er is een evenwicht bij n is 0. En er is een evenwicht als n is k. Nou, want als n is k, dan wordt 1 min n gedeeld door k 0. Dus die carrying capacity, die we net met zoveel moeite hebben afgeleid voor die ingewikkelde modellen, die rolt vanzelfsprekend uit die vereenvoudigde vergelijking. Maar het is dezelfde carrying capacity. Ja? Een tweede voordeel van de eenvoudige vorm is dat het ding is nog net te integreren. En de oplossing van deze vergelijking, dn d2 is rn mal 1 min k, die staat hier. Dus dit is nog zo'n vergelijking waarvan we de oplossing weten. En als je dit wil gaan doen, is het natuurlijk veel gemakkelijker om eerst je model op een eenvoudige manier te schrijven en dan pas te gaan integreren, in plaats van zo'n ingewikkelde vorm nemen en al die constantes mee te nemen. Oké.
Deze dia hebben jullie ook al gezien. Maar nu hebben jullie wat meer vergelijkingen eronder staan. In het boek van Campbell staan deze twee plaatjes. De gooi van Paramecium in een lab. De gooi van Daphnia in het lab. En er wordt gezegd dat Paramecium een logistische groei heeft. Nou, dat is ook inderdaad zo. Je ziet hem eerst exponentieel groeien. En dan afvlakken naar een kern capacity. En Daphnia heeft net zoiets. Die groeit eerst exponentieel, maar die maakt een overshoot en gaat dan naar zijn carrying capacity. Dus in het lab lijken deze populaties netjes logistisch te groeien. Wat jullie zullen gaan doen op het practicum is een model maken hoe Paramecium algen eet. En afleiden waarom de groei van Paramecium zo is als die hier getekend is. En dan wordt de uitdaging, hoe kan het nou zo zijn dat Daphnia die hele andere groei heeft. Dus dat wordt een computeropdracht die jullie later zullen gaan doen. Oké. Dit is een moeilijk onderwerp. We gaan eerst een kwartiertje koffie drinken en dan behandelen we het moeilijke onderwerp. Oké, we prikken de draad weer op. Er komt nu een lastig stukje. En het is eigenlijk nog maar een voorbereiding op een nog lastiger stukje wat jullie allemaal van Levine bij de wiskunde zullen gaan krijgen. Dus het is handig als je dit goed snapt. Eerst maar even een langzame introductie. Ik heb al die tijd nu met jullie evenwichten berekend en intuïtief aangepraat van, nou, daar zal zo'n populatie wel naartoe gaan. En hier inderdaad, een plaatje uit Campbell, zie je voor die logistische vergelijking wat het gedrag van het systeem is. Ik begin, hier staat tijd op de horizontale as. Ik begin met weinig individuen, die groeien exponentieel. De groei neemt af, omdat deze dichtheidsafhankelijke term wakker wordt. En het systeem gaat naar een evenwicht. Maar het evenwicht hier, wat we carrying capacity noemen, is blijkbaar een stabiel evenwicht waar het systeem naartoe gaat. Het is een attractor van het systeem. Maar niet alle evenwichten zijn stabiel. Sommige zijn instabiel en andere zijn aantrekkend. Kijk maar, ik heb hier nog een evenwicht, een populatie van 0. Als ik een populatie van 0 neem, dan is dat ook een evenwicht. Een populatie van 0 blijft echt wel in 0. Maar als ik volgens deze vergelijking ook maar een fractie van een individu toevoeg aan het evenwicht n is 0, begint dat fractie van die individu, die begint exponentieel te groeien. En dan loop je weg van je beginsituatie. Dus hoewel n is 0 een evenwicht is van deze vergelijking, is het geen attractor van deze vergelijking. En er zijn blijkbaar twee soorten evenwichten. Stabiele en instabiele. En ik wil jullie nu leren hoe je kan zien of een evenwicht stabiel is of instabiel. Nou, dat gaan we eerst eenvoudig doen. Ik ga een aantal dia's terug. Naar de plaatjes uit Campbell. En laten we even deze nemen. De middelste. We hebben hier een populatie waar de geboortecijfer lineair afhangt met de populatiegrootte. En het sterftecijfer onafhankelijk is van de populatiegrootte. Oké? Ik kan gewoon alleen naar dit plaatje kijken en een heleboel dingen afleiden. Waar ligt de carrying capacity van deze populatie? Nou, dat laat Campbell al zien. Als het sterftecijfer en het geboortecijfer gelijk aan elkaar zijn, als die twee lijnen elkaar snijden, dan is dn dt 0. En dan heb ik evenwicht. Dus de carrying capacity van de populatie lees ik gewoon af uit het snijpunt van die geboorte- en die sterftecijfers. Akkoord? Dat is ook zo als het geboortecijfer vlak is en het sterftecijfer toeneemt. En het is ook zo als het geboortecijfer afneemt en het sterftecijfer toeneemt. Het snijpunt van die lijnen geeft jou altijd het evenwicht.
Nou komt er een intuïtieve redenering. Ik wil weten, is dit evenwicht stabiel? En de redenering gaat als volgt. Ik neem een populatie in dat evenwicht en ik doe er een paar individuen bij. Wat doet DNDT dan als ik er individuen bij stop? Wie kan dat zien? Wordt DNDT dan groter of kleiner? Ik hoor iemand kleiner zeggen volgens mij. Wat gebeurt er met de afgeleide van deze populatie als ik er in dit evenwicht individuen bij stop? Dan ga je dus iets naar rechts. Het sterftecijfer blijft hetzelfde. Het geboortecijfer gaat naar beneden. Dus DNDT, die is 0 in dat evenwicht, die wordt negatief boven het evenwicht. Dus als ik individuen bij doe, dan zegt de populatievergelijking afnemen. En als ik individuen wegneem in dit evenwicht, dan wordt het geboortecijfer groter, dan zegt de populatievergelijking toenemen. Dus individuen erbij doen, het systeem reageert met afnemen. De individuen wegnemen, het systeem reageert met toenemen. En dat is dus iets stabiliserends. Dus ik word teruggeduwd naar het evenwicht. Ja? Dus aan deze plaatjes kun je aflezen dat dit een stabiel evenwicht moet zijn. Ja? Oké. Dat was de intuïtieve redenering. En dit werkt trouwens ook altijd. Dan ga ik weer naar die logistische groeivergelijking. En nou wil ik de niet-intuïtieve redenering doen. Dan wil ik graag weten of de kernkwestie van het logistische groeimodel stabiel is of instabiel. En wat ik nou ga doen. Is deze vergelijking rondom de evenwichten eenvoudiger maken. Dus ik ga zeggen, wat hier staat, dndt is r keer n mal 1 min n gedeeld door k, is een of andere functie, die ik even f noem, van n. Oké. En nou ga ik f van n tekenen als functie van n. Net als dat je i als functie van x tekent. Ja, dus ik vergeet even dat dit een differentiaalvergelijking is. Ik wil gewoon de eigenschappen van deze groeifunctie bestuderen. Oké. Wie ziet hoe die functie eruit ziet? Hoe teken ik rn mal 1 min n gedeeld door k als functie van n? Ja, ik zie al goede tekeningen. Het is een parabool, hè? Bergparabool, want er staat een min n kwadraat, min x kwadraat. Wanneer is die jongen 0? Wanneer gaat die parabool door de 0? En bij 0 en k. Fantastisch. Dus ik heb dit en dit. Dat is de functie f van n als functie van n. Oké. En ik zie dus twee evenwichten. N is 0. En n is k. En ik wil graag weten, zijn die evenwichten stabiel? Nou, dan kan ik dezelfde truc toepassen. Ik kan zeggen, neem een populatie in dat evenwicht n is k in capacity. Voeg wat individuen toe, dus ga bijvoorbeeld hier zitten. En vraag, wat doet dndt dan? Nou, DNDT was 0 in dat evenwicht. Als ik er individuen bij stop, dan lees ik hier de nieuwe DNDT af. Die wordt dan negatief. Individuen erbij, afname. Individuen eraf, toename. Dus het is een stabiel evenwicht. Neem ik even het punt 0, 0. Het punt N is 0. Individuen erbij, toename. Dus het punt n is 0 is een instabiel evenwicht. Als ik er een paar individuen bij doe, gaat dndt groeien. Nou, dan kan ik een ingewikkeld plaatje maken. Even kijken of dat op de volgende dia staat. Nee.
Stel dat dit een functie is, f van n als functie van n. Dan weet ik dus dat dit een stabiel punt is en dat een instabiel punt. Want dat heb ik net hier afgeleid. Naar analogie kun je dan zien dat dit weer een instabiel punt moet zijn. En dat een stabiel punt. En dit een instabiel punt. En dat een stabiel punt. Nou, iedere keer als ik een individu erbij zou doen, dan reageert de populatie op de manier waarop ik het wil bij een stabiel evenwicht. Dat wil dus zeggen dat als ik van een evenwicht wil weten of het stabiel is, dat ik dan alleen maar hoef te weten wat de raaklijn is van die functie in het evenwicht. Als die daalt, is het stabiel. Als die stijgt, is het instabiel. Dat geeft mij blijkbaar voldoende informatie. Ja, dus dat gaan we zo meteen doen. Ik ga de raaklijn in dit evenwicht uitrekenen. Zijn er vragen? Kan het dan stil zijn? Kan het er gewoon stil zijn? Ook achterin, kan het daar gewoon stil? Kunnen jullie ophouden met praten? Jij daar met je zwarte bril. Jij daar met je zwarte bril, kun je ophouden met praten? Ik weet wel dat als ik iets ingewikkelds uitleg, dat jullie dan de draad kwijtraken en gaan praten. Maar dat is niet handig. Want als ik iets ingewikkelds uitleg, is het juist handig om even goed op te letten en het proberen te snappen. Oké. Waar ben ik? Ik heb gezegd, ik kan aan die raaklijn zien of een evenwicht stabiel is. Ik zei al, dit is een opzetje. Straks gaan we van twee driedimensionale modellen met eigenwaarden en zo kijken of evenwichten stabiel zijn. En dan wordt het ingewikkeld. Dit is nog wel uit te leggen. Goed. Even een uitstapje. Stel, ik heb een of andere rare functie. X en y. En ik weet bijvoorbeeld de functiewaarde hier. X en dan fx. En ik zou graag willen weten wat voor deze functiewaarde, voor deze x, vlak bij de oorspronkelijke x, de nieuwe functiewaarde is. En ik weet dat niet. En ik wil dat afschatten. Hoe kan ik voor een naburige x de nieuwe y afschatten? Ja? Heel goed. Fantastisch. Wat je dan kan doen, is in dit oorspronkelijke punt de raaklijn bepalen. Dan een stapje naar rechts maken om in de nieuwe x te komen. En dan een stapje omhoog te maken volgens die raaklijn. En dan kom je in een punt vlak bij je oorspronkelijke waarde. Ja? Dus ik lineariseer eventjes die ingewikkelde functie rondom een waarde die ik weet, om een naburige waarde te kunnen uitrekenen. Linearisatie van een functie heet dat. Hoe schrijf ik dat op? De functiewaarde in een punt x plus een klein stapje, h, is ongeveer gelijk aan de functiewaarde in het punt x, dus dat is deze waarde, plus die kleine verhoging die je krijgt als ik een stapje naar rechts doe en dan volgens de raaklijn omhoog ga. Ja, hoe ziet dat eruit? Een beetje een rare x. Plus de horizontale verplaatsing, h, maal de richtingscoëfficiënt van die raaklijn. En die noem ik eventjes f-accent. Ja, dus ik kan functies benaderen door kleine stapjes langs de raaklijn te maken. Staat in het boek op, in figuur
13.2, bladzijde 96. Oké, einde uitstapje. Dan ga ik weer terug naar mijn logistische groeimodel. Ik ga vergelijking 2.7 op bladzijde 13 op het bord schrijven. Ik heb dus dit systeem. Een of andere populatiegroei volgt een functie n. Nou ga ik dat systeem lineariseren rondom zijn evenwichten. Ja, want we weten dat de raaklijn in die evenwichtingen zou ons moeten vertellen of het stabiel is, ja of nee. En ik heb net daar rechts uitgelegd hoe je dat doet, lineariseren. Dat is namelijk de afgeleide nemen van die functie. Dus ik ga mijn populatie iets anders schrijven. Ik ga zeggen, neem nou eens die n. Dat is de evenwichtswaarde plus een kleine verstoring, h. Dus ik definieer populatiegrootte n als evenwicht plus een kleine afstand. En dat is dan dus gelijk aan de functie van n plus h. Ik heb nog niks gedaan. En daar rechts staat dat een functie van x plus een kleine afstand ongeveer gelijk is aan de functie x plus die afstand maal de afgeleide van die functie. Dat staat er op dat rechterbord. Dus niet doen maar denken. Niet denken maar doen, bedoel ik. Ik vul dat gewoon domweg in. Dit is ongeveer gelijk aan de functiewaarde n plus de afgeleide van f maal h. Akkoord? Wat is die afgeleide van f? In het boek schrijf ik die een beetje anders. In het boek staat de f is de afgeleide naar n van de functie f. Waarom? Als ik hier de afgeleide van f neem, neem ik niet de afgeleide naar de tijd, maar de afgeleide naar de populatieaantallen. Ja, dat is een differentiaalvergelijking, maar we hebben die functie die van n afhangt. Ik neem de afgeleide naar de populatieaantallen. Oké, nou komt een mooie truc. Wat is de waarde van mijn differentiaalvergelijking in het evenwicht? Die is 0. Die parabool. Hier staat hij. F van n tegen n. Als ik dit evenwicht neem, dan is de f van n 0. Dus deze jongen valt weg. En ik krijg dat de afgeleide van de populatiegrootte plus een kleine verstoring een constante, f accent, keer die verstoring is. Waarom een constante? Nou, die f accent, dat is gewoon de raaklijn daar. Dat is een getal. Min 3 of zoiets dergelijks. Iets negatiefs. Ja, en deze afgeleide in zo'n evenwicht, f accent, die gaan we lambda noemen. Omdat je straks eigenwaardes hiervoor gaat gebruiken. Dus ik noem dit beestje lambda. En de lambda is niks anders dan de richtingscoëfficiënt in zo'n evenwicht. En zo definiëren we die lambda. Ja. De tweede accent, ik snap niet precies wat. Dit is de functie zelf en dit is de afgeleide van die functie. Kijk maar, ik wil een functie benaderen en hoe doe ik dat? Door de functiewaarde te nemen plus een kleine afstand langs de raaklijn. Dus ik heb zowel de functie zelf als de afgeleide van die functie nodig.
zijn bijna klaar. Er komt nog één magische stap. De afgeleide van n plus h dt is de afgeleide van n plus de afgeleide van h dt. De som van twee afgeleiders is de afgeleide van de som. De afgeleide van n in zijn evenwicht is wederom 0. Dus uiteindelijk, als ik deze twee vergelijkingen combineer, krijg ik dh dt is lambda keer h. En nu ben ik klaar. Wat heb ik nou gedaan? Nog een keer in woorden. Ik kan een willekeurig evenwicht nemen. En dan kan ik een vergelijking schrijven hoe kleine verstoringen rondom dat evenwicht zich zullen gedragen. Omdat ik over kleine verstoringen praat, mag ik die kromme parabool vervangen door een rechte lijn, de afgeleide. En dan krijg ik inderdaad een lineaire oplossing voor mijn differentiaalvergelijking. Dit beschrijft mij hoe die verstoringen zich gedragen. En kijk, dit is gewoon een exponentiële gooivergelijking. Die hebben we al gezien. We hebben al gepraat over dn dt is r keer n. En nou schrijf ik dh dt is lambda keer h. Dat is hetzelfde. Kortom, ik weet dat als lambda positief is, dat dit exponentieel groeit. En als lambda negatief is, dat het exponentieel daalt. Dus inderdaad, als de raaklijn een negatief richtingscoëfficiënt heeft, heb ik nu bewezen, daalt een willekeurige verstoring rondom dat evenwicht. Exponentieel. Als de lambda in een evenwicht een positieve richtingscoëfficiënt heeft, dan groeien verstoringen. Oké? Tijd voor een voorbeeldje. Want dit lijkt allemaal ingewikkeld. Maar het is in feite toch het invullen van vergelijkingen als je snapt wat er gebeurt. Oké, daar gaat hij. Even weer helemaal stil. Ik heb hier die meest beroemde vergelijking die we nu kennen, de logistische groeivergelijking. En ik wil graag van de evenwichten, of bijvoorbeeld van de Kering-Capacity-evenwicht van die vergelijking, weten of dat nou stabiel is of niet. Wat heb ik nu gezegd dat je moet doen? Nou, je tekent de groei als functie van de aantallen. En dan neem je de raaklijn in zo'n evenwicht. Nou, wat is de raaklijn van die groeivergelijking in een evenwicht? Dan moet ik dus deze term, f van n, differentiëren naar n. Ja, dus de f-accent van n, waarbij ik met die accent bedoel differentiëren naar n, is, wie helpt mij? Wat is de afgeleide van r keer n, maar 1 min n gedeeld door k, als ik dat differentieer naar n? Eerste term. R, dankjewel. R keer n naar n differentiëren geeft mij een r. Min, en dan staat er r gedeeld door k n kwadraat. Als ik een 2 hoor ik zeggen, ja, dan krijg ik 2 r k n. Niet goed? Nee.
Min moet een plus zijn. Ik zie hier. R keer n gedeeld door k differentiëren naar n. Dus min r gedeeld door k n kwadraat differentiëren naar n is min 2r gedeeld door k keer n. Oké, mag ik er even stil? Dus ik heb niks anders gedaan dan een functie differentiëren. Dit heb je vaak gedaan. Nu wil ik graag weten, wat is die afgeleide, wat is die richtingscoëfficiënt in dit evenwicht? Nou, wat is dit evenwicht? Het is het evenwicht n is k. Dus ik vul dat samen in. R min 2r gedeeld door k maal k is min r. Dus voor de logistische vergelijking is die lambda min r. De richtingscoëfficiënt in het evenwicht, in het niet-triviale evenwicht, is min r. Nou, dat is uiteindelijk niet zo moeilijk. Als ik het voor het andere evenwicht zou willen doen, n is 0, dan is mijn afgeleide r min 0 plus r. Dus de richtingscoëfficiënt in het punt n is 0 is plus r. Dus inderdaad, het evenwicht 0 is instabiel, want dat heeft altijd een positieve richtingscoëfficiënt plus r. En het evenwicht kerncapaciteit is stabiel, heeft altijd een negatieve richtingscoëfficiënt min r. Meer hoef je niet te doen. En je leert hier nog iets van, biologisch. Want ik weet nou dat als ik een verstoring zal maken in het evenwicht, dat die verstoring zal uitsterven met snelheid min r. Ja, die hebben we hier nog, staat er niet meer. We hadden die vergelijking. dH dt is lambda keer h, is in ons geval de min r keer h. En dan weet ik de oplossing van h op tijdstip t is mijn initiële verstoring h0 e tot de min r tweede. Dus hoe groter r, hoe groter de groeisnelheid, hoe sneller die verstoring uitsterft. Oké? Daar is in de ecologie het concept R-selected en K-selected op gebaseerd. Een R-selected soort is een soort met een grote groeisnelheid, is veel robuuster tegen verstoringen dan een K-selected soort, en dat is een soort die op zijn kerncapaciteit geselecteerd is. Soorten met een grote groeisnelheid, als je die populaties een klap geeft, zal die populatie zich snel herstellen. Dat zie je hier in deze vergelijking staan. Het wordt ook wel eens zo uitgedrukt dat je van een populatie de returntijd definieert. Tr als 1 gedeeld door lambda. Dat gaat natuurlijk niet goed, want het is alleen maar stabiel als lambda negatief is. Dus min 1 gedeeld door lambda. En in dit geval is dat dus 1 gedeeld door r. Hoe groter de groeisnelheid, hoe korter de returntijd. Yes? Oké. Okay. Nou, ik heb nu dus een half uur lang dit staan uitleggen. Ik zie sommigen van jullie begrijpend knikken. En anderen van jullie een vraagteken op het gezicht hebben. En je krijgt opgaven waar je dit nog moet doen vandaag. Dat je het zelf een keer doet. Het is erg prettig als je begrijpt wat er gebeurt. En daarom dat ik hier zo lang over gedaan heb. Want straks, volgende week of de weken daarna, gaan we dit in meerdere dimensies doen. Dus als dit kwartje niet lekker valt, dan valt het volgende kwartje nog veel minder lekker. Ja, dus probeer intuïtie te hebben voor wat er hier gebeurt.
Dankjewel. Dan komt nu iets nieuws weer. En dus we mogen even stabiliteitsanalyse vergeten. En dan kunnen we weer fris tegen een nieuw probleem aankijken. Het probleem wat ik even met jullie wil doen, is het modelleren van functies die niet recht zijn. In het eerste uur hebben we gepraat over een sterftecijfer wat lineair afnam net te dicht. Sorry, een geboortecijfer wat lineair afnam met de dichtheid, of een sterftecijfer wat lineair toeneemt met de dichtheid. En ik heb al het lot van deze schapen gezien, laten zien. Heel veel geboortecijfers nemen nou eenmaal niet lineair af, of sterftecijfers niet lineair toe. Dus we zouden graag wat makkelijker niet-lineaire functies willen tekenen. En daar wil ik jullie vandaag een bepaalde formule voor geven, een heelfunctie. Dat ding even in alle details bespreken. Zodat je dat later in de cursus als hulpmiddel kan gebruiken. En je zult hem in alle hoofdstukken van de reader tegen gaan komen. Die heelfuncties worden ongelooflijk veel gebruikt in modellering. En het is een geweldig handige familie van functies. Dus ik ga even naar de volgende dia. En ik ga functies introduceren van het type f van x is x gedeeld door h plus x. Nou, één ding is al meteen handig. Je kunt zien dat dit een niet-dimensionale functie is. Want je deelt x door x en er kan een 1 of een 0 uitkomen. Daar komt iets dimensieloos uit. En als x naar oneindig gaat, oneindig gedeeld door iets kleins plus oneindig, dat geeft me een 1. Dus dit is een functie tussen de 0 en de 1. Precies dat, die eigenschappen die ik zo prettig vond toen we dat in die geboortecijfers en de sterftecijfers wilden hangen. Dus dit soort functies gaan ons helpen om niet-lineaire verbanden te tekenen. Goed, het licht gaat aan en ik ga het op het bord verder. Ik schrijf hem over. En ik beweer, dit is een stijgende functie van x met als maximum 1. En als x is 0, dan is dat ding 0. Dus ik heb hier een functie tussen de 0 en de 1. En als x toeneemt, neemt de functie toe. Dus dat is handig. Nou, laten we eens wat preciezer tekenen. Jullie hebben bij wiskunde geleerd functies te tekenen. Dus ik ga deze functie even heel netjes tekenen. Wat is de waarde van fx? Als x is 0, nou dat geeft mij fx is 0. Wat is de waarde als x naar oneindig gaat? Nou, wat je dan doet, is delen door x. 1 gedeeld door h gedeeld door x plus 1. En dan stuur je x naar oneindig. Dan vervalt die h gedeeld door x. En dan staat er 1 gedeeld door 1. Dus als x naar oneindig gaat, dan gaat fx naar 1. Kort, dat is een horizontale asymptoot. Deze jongen heeft ook nog een verticale asymptoot. Als x naar min h gaat, dan deel ik door min oneindig. Dan deel ik door 0. Ja, als x naar min h gaat, dan komt er een 0 onder de streep te staan. En dan staat er x gedeeld door 0. Dus die functie x tegen fx, die is 0 als x is 0. Het is een horizontale asymptoot bij 1. En inderdaad een verticale asymptoot bij min h. Ja, dat is een hyperbolische functie. En inderdaad, eigenlijk, als dit de twee asymptoten zijn, hebben we daar ook nog een deel van die functie. Okay. Nou, wij gaan dat ding gebruiken voor populaties. X zal altijd een populatiegrootte of een concentratie van een stofje zijn. Dat maakt het leven makkelijk, want negatieve concentraties of negatieve populatiegroottes bestaan niet. En ik poets dat hele negatieve domein weg. En ik krijg een functie die er zo uitziet. Nou, dat is inderdaad een hele fijne functie, want
Het verband neemt eerst min of meer lineair toe met x. En dan komt er een soort van verzadiging. En dan gaat het naar een plafond. Heel veel biologische processen werken zo. Processen verzadigen. Als ik steeds meer ga eten, ga ik niet steeds meer kinderen krijgen. Bij een maximale eethoeveelheid dan zit ik echt wel aan een plafond van het aantal kinderen wat ik kan maken, bijvoorbeeld. Ja? Veel biologische processen zijn verzadigd. Ja? Nou, er is nog één reden waarom dit een fijne functie is. Ik kan namelijk heel goed aan mijn broer uitleggen wat de interpretatie van die parameter h is. Wie weet dat? Hoe zou je uitleggen wat h betekent? En daarom heet hij trouwens ook h. Wie? De zin begint met h is de x-waarde waar. Nou, ik tel daar h plus x op. Het is niet zo moeilijk. De helft? Ja. H is de x-waarde waar de functie een half is. Het is een functie tussen de 0 en de 1. Vul maar in. H is x. H gedeeld door h plus h is een half. Dus h is de halfwaarde van deze functie. En ik kan dat dus hier intekenen. Als dit 1 is, dan ligt daar de functiewaarde x is h. Ja, dus als ik van een of ander biologisch proces weet wanneer het proces half maximaal is, dan weet ik welke waarde ik moet kiezen voor die parameter h. Oké? Dus dit is een handige familie van functies. Hij is nog handiger. Want als ik nou een biologisch proces wil modelleren wat afneemt met x. Ja, bijvoorbeeld een geboortecijfer wat afneemt met de populatiegrootte. Dan kan ik dezelfde functie gebruiken, maar gewoon 1 min die functie doen. Ja, dus ik kan zeggen, waarom schrijf ik niet 1 min x gedeeld door h plus x? Ja, dus zo'n positieve heelfunctie kan ik gewoon, omdat die met maximum 1 heeft, kan ik ook 1 min die functie doen. Dan heb ik een dalende heelfunctie. Ja, en ik zal jullie verwarren met wat algebra. Dit kan ik ook nog handiger opschrijven. Want kijk, 1 kan ik schrijven als h plus x gedeeld door h plus x. Is dus h gedeeld door h plus x. En dan kan ik ook nog boven en onder door h delen. Een gedeeld door 1 plus x gedeeld door h. Staat daar op de dia. Ja, en dat is een handige manier om die functie te schrijven. Want als x klein is, dan geeft het me een 1. En als x toeneemt, dan neemt het langzaam af. En als x oneindig is, dan gaat dat naar 0. Oké. Nou, laatste dingetje over die heelfuncties.
Ik heb soms verbanden die er zo uitzien. Iets wat langzaam op gang komt, dan lekker bezig is en dan weer afzwakt. Nou, gelukkig kan ik dat ook met een heelfunctie beschrijven. Dus als ik hier een kwadraat overheen zet, dan doet hij dat. Kijk maar, hij groeit eerst met x kwadraat. Dat is deze parabool. Hij is half maximaal. Als x is h, vul maar in, x is h, dan staat er weer een half. En hij is 1 als x naar oneindig gaat. Dus in feite kan ik die hierbij tekenen, die ziet er zo uit. Gaat door hetzelfde halfwaardepunt. En als ik nou zo'n functie wil maken, dan is dat weer hetzelfde. Dan zet ik gewoon een macht over die x plus h heen. Ja, maar dan doe ik weer 1 min die gekwadrateerde heelfunctie. Oké, hier ga je op het werkcollege mee spelen. Er staat een bladzijde in de appendix waar dit allemaal uitgelegd staat. En het zijn functies die we veel zullen gebruiken. Ja, kunnen we weer. Mag er even stil worden. Straks op het werkcollege gaan jullie met de eerste dia van vandaag aan de slag. Dat is die dia van die hekrunderen, waarvan we weten hoe de geboortecijfers en de sterftecijfers van de populatie afhangen. En je zult gaan uitrekenen hoeveel runderen je per jaar zou moeten schieten om zo weinig mogelijk dierenleed te veroorzaken. Daar ben je wel eventjes mee zoet. Dan komen er een aantal vragen die de stof van vandaag testen. En dan komt die nieuwe vraag die uitgedeeld wordt. En daar wil ik nog het een en ander over zeggen. Ook om jullie voorbeeld te laten zien dat die logistische groeivergelijking overal in de biologie tegenkomt. En ik heb dit voorbeeld opgeduikeld. Dat is een oud paper, 1975. Waar mensen in ratten tumoren induceerden door ze met een virus te infecteren. En dan staat hier tijd nadat je het virus gegeven hebt, in dagen, en hier in die symbolen, de dikke bolletjes, staat de grootte van de tumor, het volume van die tumor in die nier van die muizen. En je ziet dat het ongeveer 20 dagen duurt voordat die tumor een beetje een redelijk volume begint te krijgen, dat je hem kunt meten. Dan groeit hij exponentieel en hij gaat naar een soort van evenwicht met een volume van bijna 1000 kubieke millimeter. Hier staat dat op een lineaire schaal. Zie je, tumorvolume op een lineaire schaal, tijd ook op een lineaire schaal. En dat groeit logistisch, lijkt wel. Ja, het is zo'n sigmoïde groeicurve. Voor alle duidelijkheid plot ik hier diezelfde gegevens op een logaritmische schaal. En dus hier staan diezelfde 4 meetpunten, 1, 2, 3, 4, dat zijn dezelfde als deze. Maar nu op een logaritmische schaal. En dan kun je zien dat die tumor inderdaad de eerste, laten we zeggen 20 dagen, exponentieel groeit. Want op een logaritmische schaal is het min of meer recht. En dan gaat hij plotseling naar een evenwicht. Nou, wat ik voor jullie gedaan heb bij deze vraag is het logistische groeimodel. Het staat hier eventjes helemaal uitgeschreven in zijn geboorte-sterftevorm. Heb ik zo goed mogelijk aan deze data gefit. Dus hier in die rode lijn zie je
de fit van het logistische groeimodel aan die data. Dus ik heb een groeisnelheid, een beginwaarde en een carrying capacity geschat met een of ander wiskundig programma. En die rode lijn is de beste beschrijving die het logistische model aan de data kan doen. En je ziet dat dat redelijk is. Het logistische model beschrijft die data redelijk. Daarna heb ik gezegd van, laten we dit verband, 1 min n gedeeld elkaar, nou eens niet lineair maken, maar een beetje krom. En dat heb ik gewoon gedaan door een macht over die n gedeeld elkaar term te zetten. Dus dan wordt dat een parabool, die rechte lijn. En dan voor verschillende waarden van die macht, hier voor 5, nog eens een keer geprobeerd hoe goed kan ik de data beschrijven. En dat is de blauwe lijn. De blauwe lijn beschrijft de data veel beter dan de rode lijn. Dus waarschijnlijk is die groei van die tumor, die groeisnelheid neemt niet lineair af met zijn dichtheid, maar die neemt eerst bijna niet af en dan ineens snel. En de tumor gaat natuurlijk langzamer groeien, omdat er te weinig zuurstof naar het middelste deel van de tumor komt. Oké, nou wat zie je hier aan? Eenvoudige vergelijking als logistische groei of een kleine uitbreiding daarvan kun je uitstekend gebruiken om data te beschrijven, om te laten zien wat er gebeurt. En jullie zullen op het werkcollege vragen over deze tumorgroei gaan beantwoorden. Van hoe groeit die tumor en wat mag je verwachten? En jullie krijgen ook nog nieuwe gegevens, namelijk hoeveel cellen zijn er in deling in deze tumor? En kun je dan dit verband begrijpen met het aantal cellen in deling? Oké, hier laten we het bij voor vandaag. Ik zie jullie op het werkcollege.